De omgeving wacht op mensen en ik denk dat dat ook typisch is voor Dirk de Braakman, dat hij niet de mensen in beeld brengt, maar een tafel, een glas. Ik zie een mes of een vork ook, er ligt precies een zakdoekje. Dus heeft men hier geweend, heeft men hier gelachen, staat er hier nog iets te gebeuren? De lichtinval, maar het is vooral zeer sober. De verhoudingen zwart-wit met dan de grijstinten zorgt ervoor dat je eigenlijk naar alle details gaat kijken. Maar je wordt vooral aangetrokken door eerder de sombere omgeving, maar waar men toch eigenlijk die heel gewone dagdagelijkse dingen echt eens in het licht stelt en waar men dan de vragen kan gaan overstellen. Hij was ook de gast voor Vlaanderen op de Biennale. Dus hij is niet alleen hier in Vlaanderen gekend, maar hij is eigenlijk ook onze ambassadeur. En dat moeten we ook doen. Onze kunstenaars zijn onze ambassadeurs. Niet alleen hier in Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten. En Dirk Braakman is daar een van de goede voorbeelden van. Ik ben Cathy Koetizer, Vlaams parlementslid voor de N-VA. En ik heb gekozen voor een foto van Dirk Braakman.